Tot en met het einde van de Boekenweek, tot en met 15 maart, schenkt het Historisch Museum Heilo aandacht aan de kring van Heilo. Er is informatie over bijvoorbeeld Hazebroek, Beets, Potgieter en anderen. De expositie legt uit wat deze literatoren met Heilo te maken hadden. In 1836 sloot J.P. Hazebroek een belangrijke periode in zijn leven af. Hij nam met het verschijnen van de bundel van de tot dan geschreven verzamelde gedichten afscheid van zijn leven als dichter en als student. Hij werd beroepen en benoemd als predikant in Heilo en noemde dat het grootste keerpunt van zijn weg en lot op aarde.